PSV weet in de zomer van 1994 opnieuw een Braziliaans supertalent aan zich te binden. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Deu condição bandeira. É o gol de Ronaldo. Que golaço de Ronaldo. Pé esquerdo na bola. É o gol que a torcida queria. O gol da despedida do craque cruzeirense. Você sabe que é esse e o da Holanda? Mas não sei muita coisa. O Romário te contou alguma coisa? A gente estava para conversar, mas ainda não deu tempo ainda. Ronaldo maakt zijn debuut in Nederland tijdens een oefenwedstrijd tegen Heerenveen. Pelos 20 minutos que eu atuei, né, e pelo que vi, quando estava no banco de reserva, deu para ver que a equipe é bastante ofensiva, né, e vou me enquadrar muito bem no esquema do treinador. O que sabe hoje dos outros jogadores do PSV? Estou conhecendo agora, né, e estou tendo, graças a Deus, boa impressão de todos, e parece que todos têm me recebido muito bem. Está um pouco fatigo, um pouco cansado? Um pouco, né? Estou 30 dias sem treinar, né? E agora que eu fiz um treino, né, realmente estou um pouco fora de forma, mas com o decorrer do tempo, os treinamentos, eu vou voltar minha forma e isso não vai acontecer mais. Bayer Leverkusen treft. Kijk, Paulo Sergio voegt er nog even wat toe. In het Braziliaans, ofwel het Portugees. Maar hij scoort gewoon. Een belangrijke goal. 1-1. Ronaldo weer. Makkelijk geschoten en toch weer een goal. Niels. Linskens opnieuw. Ronaldo weer. En weer een goal. Het is ongelooflijk. Het is Ronaldo dus tegen Bayer Leverkusen. En het is 4-3. Oeh, een hard ingezette tackle door de kop, ontweken door Ronaldo. Ronaldo die nu het strafschopgebied ingaat, ontwijkt ook Luipers. Daar is de kans voor Nielus, die laat het over het pad, wat scoort. Schitterende goal. Vierklauw van de doelen, ineens op Meijer gespeeld. Die stuurt Ronaldo weg. Waar blijft het kunstje van de Braziliaan? Hier misschien... Ja hoor, daar is hij. De 22e van dit seizoen. Ronaldo. Doelpunten. Je maakt ze heel makkelijk. Nee, niet makkelijk. Heel moeilijk. Niels. Mooie bal. Ronaldo in de ruimte gespeeld. En die kan de wedstrijd beslissen. Ontwijkt de tackle van eerst Boy en dan... Van Ede. En het is de tweede van de Braziliaan. En als je zulke belangrijke doelpunten maakt als Ronaldo vanmiddag in Eindhoven, dan ben je een echte grote. Prachtig vrijgespeeld natuurlijk door Niels. Buitenkant rechts. Boy kan de Braziliaan niet pootje haken, dan krijgt hij rood. Hij ontwijkt ook Van Ede en scoort zijn tweede goal en brengt PSV op 2-0. Samen met Niels spelen, dat lijkt me heerlijk voor een spits die zo graag doelpunten maakt als jij. Moeite vast.
muito fácil. Eu nunca joguei com um jogador de uma qualidade tão grande como a do Luke Nieles. Hij zegt, hij heeft er nooit met een speler samengevoetbald die zoveel kwaliteit bezit als Luc, waar hij nu mee samenspeelt. Nieles, geen buitenspel. Ik denk dat het wel buitenspel was. Maar Ronaldo kan zijn derde maken. En doet dat waarschijnlijk ook. Jazeker. Het koningskoppel van PSV, Luc Nieles en Ronaldo de Braziliaan, die zijn derde goal maakt. Wie wordt de topscorer van Nederland? Kluivert of Ronaldo? Ronaldo, natuurlijk. En hoeveel doelpunten ga je maken? 30. Ronaldo, prima goal. Ronaldo mag de KNVB-beker omhoog houden en in het UEFA Cup toernooi speelt PSV goed, vooral dankzij Ronaldo. Paas door Jong. Ronaldo niet buitenspel. Ronaldo langs de doelman. Ronaldo 1-0. 14e minuut. Ronaldo niet buitenspel, want de aanvoerder was blijven hangen. Doelman is niet op tijd en daar is het halve dozijn. Het UEFA Cup toernooi gaat door met wedstrijden tegen Werder Bremen, gecoacht door een oude bekende, Aad de Mos. Ronaldo maakt vanaf de penaltystip de 1-0. Voetballen, niet scoren. Voetbal voor mij is mijn leven. Dus als ik het niet kan doen, dus mijn leven is helemaal kapot. Ronaldo, is dit zijn moment? Hij heeft er maar heel weinig nodig, de Braziliaan, en dit is zijn moment. Het is een onwaarschijnlijke goaltjesdief. Ronaldo. Ronaldo. Heel sterk.